Nou, we verwachten een hele gezellige, ontroerende middag. Een vernieuwde Fiddler on the Roof. Oh, is het vernieuwd? Ja. Nou, dan ga ik weer naar huis. Ik vind het echt een hele mooie klassieker. Verheug me er echt op om in deze vorm terug te gaan zien. Ja, nou, ik vind het ontzettend leuk dat hij er weer is. Ik heb hem één keer eerder gezien. En het werd wel weer eens tijd volgens mij voor weer wat traditionele musical terug in het theater. Er is iets mee gedaan waardoor het van nu is. En toch heeft het de oude charme behouden. En Thomas Agda vinden wij fantastisch. Prachtig. Jeetje Mina, wat is het mooi. Wat is Thomas een verrukkelijke tefje en wat komt alles op een prachtige manier weer tot leven. Jente, oh maak mij een bruid, ik ben toe aan een man, zoek jij hem uit. Ik draag zijn ring, ik wil hem nooit meer kwijt, ik word door mijn zusters benijd. Ik vond het fantastisch. Het kwam als een mokerslag, maar dan in positieve zin bij me binnen. Ik heb een traan gelaten bij het einde. Ik vond het ook heel ontroerend. Ik heb echt een traantje weggepinkt. Ja. Ja. En heerlijke muziek. Pim Veulens heeft mijn hart gestolen. Choreograaf, wat fantastisch. Ik vond het prachtig. Ik vond het heel erg mooi. Echt. Ik zat met traan in mijn ogen en dat heb ik echt niet vaak. Ja, ik zit eigenlijk nog een beetje in een bubbel. Bij een goede voorstelling heb je dat altijd. Hè? Dan ga je naar buiten en dan blijf je nog ergens in hangen. Ja, ik ging erin mee met iedereen en Thomas Agda ook fijn. Ja. Hij wist allemaal wat hij kon, maar dat hij dit ook nog kan, dat is wel heel bijzonder. Ja, ik ben ongelooflijk blij. Ik denk dat we een hele mooie voorstelling gemaakt hebben. En als je nou zegt, waarom moet je nou naar Fiddler on the Roof toe? Omdat Thomas Agda de rol van zijn leven speelt. En het gewoon een hele goede voorstelling geweest is. Waarvoor je niet naar New York of naar Londen toe hoeft. Je kunt gewoon je eigen stad zien. Gaaf.